Hallo allemaal. Normaal gesproken zou ik jullie allemaal hartelijk welkom heten bij het event Alles over erfgoedsoftware en linked open data. Maar de voor mij iets wat vreemde situatie doet zich voor dat ik vandaag zelf helaas niet aanwezig kan zijn in de Heineken Experience. Ik ga er blindelings vanuit dat jullie er allemaal goed bij zitten en goed verzorgd worden, terwijl ik in mijn woonplaats Geldermalsen verblijf. Ik ben Artje Hansman, onder andere project- en testmanager bij SIET. Marjolein van Beelen van het Nationaal Museum van Wereldculturen en Frans Bridier, directeur van SIERT, zijn als het goed is wel aanwezig in Amsterdam. En hen kunnen jullie natuurlijk ook benaderen voor vragen en opmerkingen, ook naar aanleiding van mijn presentatie. Aan mij de eer dus een verhaal te mogen vertellen over de ervaringen van SIERT en onze klanten met linked open data. Maar laat ik eerst een hele korte introductie geven op ons bedrijf SIERT. SIERT ondersteunt al ruim 20 jaar instellingen binnen en buiten de culturele sector bij het digitaal beheren en presenteren van hun collecties. We doen dit door een totaalpakket te leveren van diensten, producten, adviezen, gericht op het beheren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed. Zo zijn wij distributeur van het collectiebeheersysteem The Museum System in onder andere de Benelux en Frankrijk, maar we hebben ook klanten in Oostenrijk en andere landen. En zo zijn wij gespecialiseerd in het ontsluiten van collecties, met name op basis van de door SIERT ontwikkelde Collection Connection infrastructuur. Allemaal mooie producten en diensten, maar ik moet natuurlijk vooral gaan over linked open data vandaag. De kans is groot dat andere sprekers al in zijn gegaan op de vraag wat dat eigenlijk is, linked open data. Maar voor de zekerheid toch een korte introductie. Eigenlijk gaat het wat mij betreft bij linked open data over twee elementen. Linked data en open data die niet noodzakelijkerwijs altijd samengaan. Allereerst hebben we te maken met linked data. Linked data dat is een set ontwerpprincipes voor het delen van machine leesbare onderling verbonden data op het web. Hele mondvol. Kernwoord daarbij is naar mijn mening machine leesbaar. Het gaat dus niet direct om data die aan de voorzijde via een website of iets dergelijks door mensenoog wordt bekeken, maar het gaat om data op de achtergrond die door machines, computers, servers kunnen worden verwerkt en op basis waarvan natuurlijk weer prachtige applicaties en toepassingen kunnen worden gemaakt. Ten tweede hebben we te maken met open data. Het gaat dan over data die vrij toegankelijk kunnen worden gebruikt en verspreid. Dus linked open data is dan machine leesbare onderling verbonden data op het web die wij vrij toegankelijk kunnen gebruiken en verspreiden. Maar als gezegd, linked data kan natuurlijk ook om goede redenen helemaal niet open worden aangeboden. Bijvoorbeeld als er informatie in een beperkte groep afgeschermd van de buitenwereld wordt gedeeld. Er zijn diverse inhoudelijke varianten, deels toegespitst op verschillende sectoren binnen en buiten het culturele erfgoed. Mooi is dat wij met Collection Connection en onze CC-RDF-component dat allemaal prima kunnen ondersteunen. Resource Description Framework, of RDF, biedt een standaard format om gegevens te beschrijven en uit te wisselen. Binnen het RDF-model wordt gebruik gemaakt van zogeheten triples, een structuur van subject, predicaat en object. Het subject is de resource of bron die wordt beschreven. Het predicaat beschrijft een kenmerk of aspect van die bron. En het object is dan de waarde van dat kenmerk. En daarmee maak je steeds zoveel mogelijk gebruik van unieke online verwijzingen, URI's. Een iets specifiekere invulling biedt linked art open data. Dat maakt gebruik van precies dezelfde principes als linked open data, maar is op basis van de inhoudelijke specificatie voornamelijk toegespitst op data omtrent cultureel erfgoed. Een iets ander format biedt vervolgens LIDO, Lightweight Information Describing Objects. LIDO gaat uit van dezelfde principes, maar is in iets ander jasje gestoken. Ze maken daarbij gebruik van dezelfde principes. Ook LIDO committeert zich aan de linked open data paradigma door elk LIDO-term refereerbaar te maken via een Uniform Resource Identifier, URI, zoals net al genoemd. En zodoende dezelfde soort informatie te kunnen serveren. SIERT publiceerde bijvoorbeeld voor Albertina en Wenen de gegevens als LIDO data ten behoeve van de grafiekportaal website van Universiteit van Marburg, waar ruim 400.000 grafische werken van een kleine 30 instellingen worden ontsloten. Een prachtige site naar mijn mening, zeker het bezoeken eens waard. Behalve dat we te maken hebben met verschillende talen, zoals dat zojuist noemde, zijn er ook nog verschillende dialecten. Dat zijn vast niet de juiste wetenschappelijke termen hiervoor, maar je kunt linked open data of linked art open data op verschillende manieren publiceren. Dat betreft dan precies dezelfde data, op basis van precies dezelfde principes samengebracht, maar net op een iets andere wijze naar buiten gebracht. Ik vergeet hier vast nog een paar, maar gelukkig voor ons spreekt de Collection Connection CC-RDF component al deze dialecten. Dat geeft bijvoorbeeld voor deze geschilderde en gevlochten hoed van plantaardig vezel uit de collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen steeds dezelfde gegevens, maar net steeds met een iets ander jasje.
Ik wil jullie niet te veel gaan vermoeien met ingewikkelde technische verhalen, maar we gebruiken voor het ontsluiten van de data onze Collection Connection infrastructuur. En dat doen we al geruime tijd. Collection Connection wordt uiteraard steeds doorontwikkeld, maar de basis is altijd dat Collection Connection het mogelijk maakt alle mogelijke vormen van gestructureerde data om te zetten naar XML, die online in verschillende formats en conform de verschillende standaarden kan worden geserveerd. Dat kan natuurlijk betrekking hebben op TMS, maar ook op de data uit andere systemen. Kort gezegd, op basis van één of meerdere databronnen maken we een data-indexprofiel, waarin we de datamapping beschrijven. Daarin is vastgelegd welke records en welke velden onder welke voorwaarden moeten worden meegenomen bij het indexeren. Die index wordt automatisch periodiek ververst en geserveerd aan de buitenwereld. Daarbij wordt enerzijds de XML online aangeboden en anderzijds is er een service voor de afbeeldingen. De data kan dan bijvoorbeeld als online XML of op basis van het Open Archives Initiative for, Protocol for Metadata Harvesting worden aangeboden, of als LIDO, of wat dan ook. Maar ook dus met behulp van de CC-RDF-component als linked open data. Als RDF-XML of Turtle of welk dialect dan ook maar wenselijk is. Een paar voorbeelden van linked data projecten waarbij SIERT is betrokken horen daar dan natuurlijk ook bij. Zo levert SIERT namens het Krullemuller Museum data aan voor het Van Gogh Worldwide project. Dat hier zonder enige twijfel al is gepresenteerd of nog zal worden besproken. Voor het Nationaal Museum van Wereldculturen hebben we verschillende projecten lopen. Onder andere om de thesaurus als linked open data te ontsluiten en te publiceren. Maar ook de objecten van de collectiesite worden als linked open data ontsloten. En we zijn nu ver gevorderd met het ontsluiten van de records uit verschillende TMS-modules, te weten objecten, gebeurtenissen, vindplaatsen, tentoonstellingen en de personen- en instellingen-module. En dat wordt nu gepubliceerd als linked art open data. Daarnaast hebben we soortgelijke projecten uitgevoerd voor Heineken, waar we, of eigenlijk jullie, nu te gast zijn, en voor het Geneve Museum. En, zoals eerder al genoemd, de Lido-data voor Albertina en Wenen ten behoeve van het grafiekportaal. Marjolein kan zo meteen meer inhoudelijk vertellen over projecten van het Nationaal Museum van Wereldculturen, maar ik wil graag aan de hand van het Thesaurus-project nog even ingaan op de techniek. Via de website collectiewereldculturen.nl/thesaurus is de Thesaurus van het NMVW een waardevolle bron van kennis, zeker ook voor de buitenwereld, te raadplegen en te bevragen. Niet alleen via de website, maar ook de onderliggende linked open data is online beschikbaar en downloadbaar. De data wordt in eerste instantie als RDF-XML gepubliceerd, maar is ook in het Turtle-format te downloaden. Dat betreft dan de data uit de thesaurus en de gegevens uit de collectie. Behalve dat de data via de site als HTML is te doorzoeken en raadplegen, wordt deze data dus ook online als XML-RDF aangeboden. Dan komt de RDF-XML er conform de SCOS-beschrijvingen zo uitgerold. En zo is natuurlijk niet alleen op termenniveau de data te doorzoeken, maar is de hele thesaurus ook in RDF-XML hiërarchisch te doorzoeken en te raadplegen. URI's en PURLs staan centraal bij het gebruik van linked open data. Zonder URI's en PURLs geen linked data. Wij hanteren een handle service in samenwerking met SurfSARA of op Europees niveau met EUDAT. Voor NMVW is dat dus via SurfSARA, waar iedere instelling een unieke prefix heeft en ieder record een unieke URI. Op basis daarvan kunnen handle pearls worden gemaakt, permanente URL's. Op basis van die unieke code voor een instelling en het soort record wordt door de handle service de data omgeleid naar de unieke deep link van de specifieke organisatie en het specifieke record. De handle pearls zouden in theorie nooit moeten wijzigen. En als de onderlinge unieke deep link wordt aangepast, kan de doorverwijzing eenvoudig worden aangepast. Bijvoorbeeld als een domein van de instelling verandert. En daar blijft het natuurlijk niet bij. Ook wordt er verwezen naar externe bronnen en URI's, zodat de data eenvoudig aan elkaar verbonden kunnen worden. En zo kan je alles aan elkaar knopen. Vanuit het eigen systeem, intern, tussen data uit verschillende modules, waarbij de data uit de diverse TMS-modules keurig linked aan elkaar worden verbonden en ontsloten als linked art open data en via de collectiesite, maar er is meer. Doordat de linked art data ook verwijst naar externe bronnen, wordt de data ook daadwerkelijk deel van de linked data community. En op basis daarvan kun je de data weer op allerlei verschillende wijzen ontsluiten voor de buitenwereld. Meer jasjes kunnen worden uitgewerkt, bijvoorbeeld bij het gebruik van de HDT-bestanden. Maar het voert vandaag te ver om daar nog uitgebreid op in te gaan. En zo zijn er nog talloze andere ontwikkelingen gaande. Content negotiations, zodat je binnen de collectiesite op basis van specifieke pearls en URI's verschillende versies van het document kunt opvragen. Bijvoorbeeld als RDF-XML, Turtle N3 of HTML. Dat is een kleine uitbreiding ten opzichte van de CC-RDF functionaliteit die we nu bieden.
Het toevoegen van decat properties voor het uitwisselen van metadata over datasets, zodat deze beter gevonden en gebruikt kunnen worden. En zo zal er altijd nog meer voor. Dat brengt mij aan het einde van mijn verhaal. Zijn er vragen of opmerkingen? Aan mij kunt u ze hier ter plekke natuurlijk niet stellen, maar ik ben wel telefonisch of per mail beschikbaar voor eventuele opmerkingen en vragen. Maar Frans en Marjolein zijn wel ter plaatse, dus wellicht kunt u ook bij hen terecht. Ik wens u tenslotte nog een heel prettige en informatierijke middag. Arthur heeft al het een en ander technisch verteld, dus ik zal iets meer ingaan op hoe dat praktisch werkt voor onze instelling en wat wij er dan ook aan hebben, onze instelling. Ik werk bij het Nationaal Museum van Wereldcultuur en dat is de overkoepelende organisatie achter het Tropenmuseum, Museum Volkkunde, het Afrika Museum en het Wereldmuseum. En al die collecties zitten dus ook in één database. We zijn begonnen met de persistent identifiers. Dus dat betekent dat elk voorwerp binnen onze collectie is voorzien van een persistent identifier, een handle URI. En dit ziet er zo uit op onze collectiewebsite. Als volgt. Arthur liet het net ook al even zien. Hieronder is dan de deep link naar dit specifieke record. Vervolgens hebben we ook de thesaurus, alle thesaurus-termen voorzien voor een URI. Dus die is nu ook linked open data. Dit is onze thesaurus manager. En dan zie je dat hier, dus deze term, de Nusa Tenggara Barat, is ook voorzien van een andere link, namelijk geonames. Dus de geografische termen binnen onze thesaurus hebben we ook weer voorzien van een link naar de geonames. Nou ja, waardoor het dus gekoppeld is aan een andere terminologiebron. En dat ziet er zo uit op onze collectiewebsite. De deep link naar de term en vervolgens de koppeling naar geonames. Verder hebben we ook onze constituents, onze personen en instellingen, ook allemaal voorzien van een URI. En dat ziet er zo uit. Ook de handle, de deep link, maar ook weer een extra koppeling naar Wikidata. En voor dit project hebben we CopyClear ingeschakeld. Zij hebben onze, de makers binnen onze database, hebben zij gekoppeld met personen en instellingen in Wikidata. Op die manier konden we dus ook weer twee bronnen aan elkaar koppelen. En als extra bonus daarbij hebben wij dus gekeken naar wat zijn de geboorte- en sterfdata van deze personen en instellingen en waar ontbreekt die informatie bij ons in de database. Dus we konden die data vanuit Wikidata overheven naar onze eigen database. Wat ons geholpen heeft in het hele proces van het bepalen van de auteursrechten. Want is iemand langer dan 70 jaar geleden overleden, dan vervallen de auteursrechten. Dus op die manier hebben we die koppeling tussen die twee databronnen gebruikt om onze eigen collectie te verrijken. Hier zie je dan hoe dat eruit ziet op Wikidata. En ook terug koppelt Wikidata dan vervolgens weer naar onze collectiewebsite. En dat zie je hier. Het Nationaal Museum van Wereldculturen staat er en nog een aantal andere musea. En dit linkt dan weer door naar het personenrecord op onze collectiewebsite. Arthur gaf het net al even aan, onze collectie is dus wat betreft de voorwerpen in RDF downloadbaar op onze collectiewebsite. Ook de thesaurus is downloadbaar. En dat zie je hier. En tot slot werken we nog aan om onze gehele collectiedatabase open te stellen in linked art formaat. Dus dat zijn dan zowel de thesaurus als de voorwerpen, als tentoonstellingen, gebeurtenissen, thema's. Eigenlijk alles wat onze database inhoudt. Geen vragen dus, maar kom er straks dus vooral even op zoek als je nog vragen hebt. Dankjewel. Ja.